Deze keer in Binnen Aliade een bericht van Else, ingestuurde videoboodschappen, een interview met Malou en Erik, hartjes knutselen en natuurlijk het weerbericht door Weerman André. Leuk dat je kijkt naar deze Valentijnsaflevering van Binnen Aliade op donderdag 11 februari. Op 14 februari is het Valentijnsdag. Een mooie dag om de mensen om je heen te vertellen hoe belangrijk ze voor je zijn. We beginnen deze aflevering met een videobericht van Else Vonk. Else vertelt wat Valentijn voor haar betekent en wat je nu wel kan doen op Valentijnsdag. Dag allemaal, fijn jullie weer te ontmoeten. Mijn naam is Else Vonk. Ik vind het ontzettend leuk om zo weer even bij jullie in de huiskamer te zijn. Dit is speciaal voor Valentijnsdag. Het is een dag met een speciaal randje, vind ik zelf altijd. Want het is toch een dag waar je even stilstaat bij wie wat voor jou betekent. En misschien dat je diegene wel even een extra kaartje stuurt, een briefje of een belletje doet. En dat laatste zou natuurlijk het leukste zijn, want daarmee heb je even echt contact en kijk je even echt, spreek je naar elkaar uit wat je voor elkaar betekent en wat je voor elkaar bent. Ik denk dat jullie als cliënten een ontzettend knappe prestatie leveren door in die coronatijd nog steeds door te gaan, het perspectief te zien van de vaccinaties. Het is ontzettend mooi dat we al een deel van onze cliënten zich hebben willen en kunnen laten vaccineren. Daarmee komt de perspectief en dan na coronatijd kunnen we elkaar weer echt ontmoeten. Elke dag. Dan kom ik graag naar jullie toe. Maar tot die tijd, blijf elkaar aandacht geven. Een telefoontje doet altijd goed. En na een telefoontje voel je je altijd beter. Dus een hele fijne dag en tot ziens. Eerder hebben we een oproep gedaan om Valentijnsberichten naar ons op te sturen. Simon, Paulina, Mariella, Rudy, Bonnie en Anneke hebben mooie, lieve en muzikale Valentijnsberichten ingestuurd. Ik zal je alles geven. Mijn hele, hele leven trouw ik dan met Saskia. Ik heb ontmoet op een dating site op Badoo. We binnen nou een jellier en 16 februari ben we jellier en een maand samen. Zijn uiterlijk is leuk en hoe hij mij mee omkeert, dat vind ik hartstikke leuk. Toen we 16 januari in jellier een relatie in, toen hij hier bij de voordeur was stikjes oranje cocktail zet. En hij had mij als een bosje bloemen, jong. Ik maak de filmpje speciaal voor jou. Ik hou heel veel van jou. En ik hoop dat jij kou bent en hij doet aan mij. Iedereen zegt dat jij nu in de hemel bent. Betere plek. Je wordt er vast verwend. Nee, ik moet niet huilen, want ik weet dat jij van me houdt. Maar ik zal alles ruilen voor nog één seconde met jou. Wanneer zie ik jou terug? En sterf die na, het knevelt en mij nooit verlaat. Die elke avond aan de hemel staat.
Anneke, ik hou van jou. En dat werd mijn Scott. Ik wil ook die body. Zo weer met verrassen. Hoe heet hij? Erik. Erik. En hij is heel lief. En hij helpt mij ook. We helpen heel vaak. Ja, mooi zicht. Hij lacht zo leuk. Leuk. En nog steeds verliefd zie ik nog steeds verliefd op hem. Malou en Erik zijn stapelverliefd op elkaar. Ze hebben al 6 jaar verkering. Dat is een mooie reden om hun te interviewen. Het hele interview kun je 14 februari lezen op de cliëntenwebsite van Talant en de socials. Hier alvast een voorproefje. Dat was 14 mei. Oké, okay. En in 2015 was dat toch? Ja. Tenminste, dat zag ik op jullie Facebook staan. Ja, ja, ja. Dus inmiddels hebben jullie wel bijna 6 jaar verkering. Ja, klopt. Ja. Ja. 14 mei was officieel. Ja. Ik denk dat we ergens in februari, maart wel met een begeleider en op een gegeven moment af hebben gesproken. Ja, precies. Dat het, ja, dus jullie hebben het gewoon echt rustig opgebouwd en echt al even gekeken van is ze echt leuk en is hij echt leuk. Ja. Ja, lijken jullie een beetje op elkaar qua karakter of niet? Of zijn jullie elkaar tegenovergestelde? Zijn jullie allebei rustig of is de een heel druk en de ander is wat rustiger? Ik denk allebei. Ja, we zijn wel rustig. Rustig zijn we. We zijn niet heel druk. Hey, nou zijn jullie al, jullie zijn via die website. Unique Dating. Ja. Unique Dating zijn jullie bij elkaar gekomen. Ja. Ja. Dat klinkt als een vertrouwde website om mensen te ontmoeten, hè? Dat is goed geregeld, denk ik. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Als zij bij jou visite komt, doe je dan ook extra je best om het lekkers te koken? Ja, zeker. Ja. En, gewoon lekker een flesje wijn, witte wijn in huis halen en zo, met lekkere dingetjes aanhalen. En, ja. Want is hij zo romantisch of niet? Ja, ja. Ja? Jawel. Oké. Okay. Ik ben ook al geweest. Oh, lekker. In mei. Ja. En hij was naar Zeeland geweest, Drenthe. En ook wel Tongeren. Dat is een familiehuis van. Van mijn kant, ouders kant. Ja. Dus dat. Jullie gaan geregeld op stap of op vakantie. Ja. Dus zijn wel van plan om inderdaad te gaan samenwonen. Ja. En echt samen verder te gaan. Ja. Ja. Je moet alleen nog even op je knieën. Ja. In Wommels maken ze hartjes voor Valentijn. Kijk maar goed, dan kun jij dit thuis ook. Maak jij het? Voor mijn zus, Anke. Ach, wat lief. En hem. Ik denk mijn vrouw Moeke en André. Wat lief. Ja. Ik doe voor Sabine.
Dat vind ik ook wel lief. Dit was de aflevering van Binnen Alliade van donderdag 11 februari. We sluiten af met Weerman André en we zien je graag volgende week weer bij een nieuwe aflevering van Binnen Alliade. Doei! Goedemorgen dames en heren van Binnen Alliade. Ja, hier sta ik dan. Welkom in deze sneeuwparadijs. Wat is het toch prachtig weer om hier buiten te zijn in de sneeuw. En daar kunnen we nog tot met volgende week van genieten, want het weer. Morgen, de vrijdag, veel zon, misschien hooguit nog wat stapelwolken. En de maximale temperatuur komt uit op min 1 of eigenlijk rond het vriespunt op de Hoge Waddeneilanden. Tot min 4 graden in het oosten van Nederland. En lokaal misschien min 5 in het midden van Nederland. Dus met andere woorden, het wordt min 1 graden op de Waddeneilanden tot lokaal net min 5 in het binnenland. Met een oostenwind, windkracht 2 tot 5. Goed, ik geef nog even een sneeuwtip mee. Als je sneeuwpop maakt, gebruik dan een sneeuwschep. Maak er een hele grote bult van. Af en toe een beetje plat maken. Niet te hard, anders gaat het weer weg. In ieder geval, geniet ervan. Dat werd zondag dus een mooie winterweek. Doei doei!